Duurzaamheid en Sustainable Development Goals. Mag ik naar voren vragen? En met uiteraard een hartelijk applaus als begeleiding. Rijmar van Meding, Algemeen Directeur en Architect bij K.A.W. Dankjewel, dankjewel. Ja, we zijn heel mooi muzikaal begonnen met Schubert. En jullie horen het al, eh, als je over duurzaamheid praat... heb je altijd minimaal één iemand nodig met een soort van Prins Klaus-accent. Want dat komt veel geloofwaardiger over. Oh. Uh, en dat, uh, en om, de, om, de, uh, om de interactie maar gelijk goed aan te zetten, willen jullie met mij samen even dit grote dik gedrukte woord één keer hardop voorlezen wat er staat. 1, 2, 3. Sustainable. Uh, moeilijk hè? Wij waren uh, afgelopen week bij Paris Habitat, de grootste volkshuisvester van uh, Parijs. En die vroeg ons om een visie te presenteren over uh, hoe je nou sociaal en sustainable met elkaar kan combineren. En dit was onze opening sheet. Dat we zeiden: ja, dat kan je, je kan dat wel allerlei in allerlei hokken gaan stoppen. Maar misschien moet je wel een compleet nieuw vocabulaire ontwikkelen. Waarbij je die zaken gewoon met elkaar, Linda en jouw woorden, tegelijkertijd uh, oppakt. En niet naast elkaar uh, laat bestaan. Daarachter zien jullie de brandende olievelden. Uh, dat zijn momenteel de redenen dat wij constant gebeld worden door, door rijke lui. die tegen ons zeggen: Godverdomme, ik moet nu per se een duurzaam huis hebben. Want dat olie en gas, daar moet ik meteen vanaf. Je hoort dus dat mensen die geld hebben ook direct zeggen, ja, dit moet anders. Dat mensen die in duurzaamheid investeren weten dat je op dit moment niet rendabeler kunt investeren dan in duurzaamheid. En het grote probleem ontstaat daar waar je het geld niet hebt en waar je met moeilijke situaties te maken hebt. En uh, ik ben buitengewoon trots dat wij jaren geleden voor vier uh, de veilige vesten 1.0 in Leeuwarden hebben mogen realiseren. Een oud politiekantoor. Het eerste kantoor in Nederland dat op passiefhalsniveau gerenoveerd is en waarbij Vier eigenlijk direct herkend heeft dat het huisvesten van mensen die het heel erg moeilijk hebben, die geholpen moeten worden, dat je dat niet los kan zien van een duurzaam gebouw en dat de duurzaamheid van dit gebouw ook onderdeel geworden is van de business case, de manier van het rondkrijgen en daarmee dus ook een bepaalde veiligheid te kunnen bieden. Nou, dit gaan we dus nu herhalen in, hier in Capelle, of all places, dus hou dat goed vast. Um, ja, 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 ja. Dat zeg ik met volle trots, want zoals jullie weten, zijn wij ook in onze grote buurgemeente gaan zoeken. En ik ben groot fan van gemeenten onder de rook van de grote metropolen die het wel voor elkaar gaan krijgen. Dus hou dat uh, vooral vol vast. Uh, wij zijn met ons bureau en we noemen ons een duurzame productontwikkelaar. En uh, waarom productontwikkelaar? Want we zijn eigenlijk een architectenbureau. Nou, we willen ons inzetten voor maatschappelijke doelen. En uh, wat wij merken is dat uh, als je aan projecten werkt, dat dat eigenlijk altijd optelsommen zijn van verschillende technische oplossingen. En uiteindelijk moet je het maar daarmee doen met dat wat je gekregen hebt. Um, en wij vinden eigenlijk dat je veel meer moet denken zoals productontwikkelaars denken: namelijk dat datgene wat je maakt, dat is geen som ter delen, maar je maakt een visie, je maakt iets af, iets wat iemand kan gebruiken. En dan bedenk je vervolgens. Hoe je de delen daarop af kan stemmen. Dat geldt in het klein, dat geldt voor gebouwen, net zoals voor wijken en grote ontwikkelingen. Als wij in wijken werken en de vraag krijgen: hoe kunnen we nou met een duurzaam perspectief op deze wijk aan de slag gaan?, dan zien wij stelselmatig dat bepaalde fenomenen en ontwikkelingen elkaar gewoon tegenspreken. Als je de, in de stedelijke context werkt, dan staat dat vaak op gespannen voet met wat, wat aan klimaatdoelen gehaald moet worden. Als je de maatschappelijke ontwikkeling bekijkt, dan sluit je die echt niet aan bij, de, bij, bij wat op dit moment op de woningmarkt gebeurt. Alles zit in verschillende hokken. En wij pleiten ervoor dat wij in dit soort situaties veel meer toe moeten werken naar echte integrale aanpakken. En als je dat voor elkaar wil krijgen, dan moet je dat doen wat hier vandaag gebeurt. Dan moet je de urgentie vergroten. Want als je dat niet doet... Dan begin je nergens. En één zo'n urgentie dat is bijvoorbeeld de gasloze wijken. En de gasloze wijken, dat is direct een beetje een aanpak die een klein beetje de verkeerde kant uitgaat. Want een wijk gasloos maken, dat is niet zo ingewikkeld. Uh, dat konden ze al 200 jaar geleden al, maar dan moet je gewoon een kolenkachel neerzetten. Dan is die ook gasloos. En uh, misschien wel een grapje, maar het gebeurt letterlijk, want we bouwen biomassacentrales waar, uh, waar biomassa verbrand wordt. Die veel meer CO2 uitstoot dan het gas wat we nu verbruiken. Het is toch eigenlijk van de zotten dat wij dat we op die manier onze wijk ingaan en niet fatsoenlijke, echte duurzame aanpakken aan het genereren zijn. Een tweede fenomeen wat, uh, wat uh, uh, vrij interessant om naar te kijken, en dan ben ik even benieuwd of die het doet. Het nou, gaat niet helemaal goed, maar is ongeveer. Wij focussen ons met de duurzaamheid vaak op uh, de nieuwbouw. We proberen nieuwe concepten te ontwikkelen die heel erg duurzaam gemaakt worden. Als je nu 30 jaar verder kijkt, dan zullen wij in Nederland waarschijnlijk om en nabij een miljoen woningen nieuw gebouwd gaan hebben. Waar we ons op kunnen focussen, dat die allemaal heel erg duurzaam gemaakt kan worden. Maar over 30 jaar hebben we ook nog 7 miljoen andere woningen en die hebben we nu al. Met andere woorden, als je je focust op nieuwe oplossingen, dan focus je op een heel klein deel van het probleem. Het grote vraagstuk waar we voor staan is hoe gaan wij met onze bestaande gebouwde omgeving om? En um, als je dat heel kort uh, in cijfers terugbrengt naar iets een beetje behapbaars, als we dus de komende 30 jaar 7 miljoen woningen niet alleen van het gas willen afhalen, maar energie neutraal willen maken, dan moeten we dus de, vanaf nu iedere dag duizend woningen aangepakt hebben. Neem dat goed totje, Ik weet niet of iemand een idee heeft hoeveel wij momenteel halen. En uh, als je dit ziet, dan snap je wel dat de oproep om radicaal te innoveren, uh, dat die wel vrij dringend is. En dat we daar echt mee aan de slag moeten gaan. En als je radicaal wil innoveren, dan moet je dat eigenlijk op drie verschillende pijlers richten. Je ziet vaak dat innovatie alleen maar in de technische hoek gezocht wordt en vergeten wordt dat iemand het ook moet willen hebben. En ook vergeten wordt dat je het ook moet kunnen opschalen, zodat je sneller kan gaan en dat je tot betaalbare oplossingen kan komen. Eigenlijk wat ons gelukt is in de hele productontwikkeling producten te maken die mensen A willen hebben en B ook uh, nog kunnen betalen. En het probleem is dat zitten we een beetje vast in een systeem waarbij we nog steeds denken dat op een mooie dag vader Je Drees weer een helm opzet en zegt: uh, we gaan ervoor en zo gaan we het doen. Uh, ons hele land is eigenlijk ingericht... en dat is het politiek gesteld. dat is de manier waarop hoe we met ruimtelijke ordening omgaan... op een overheid die zogenaamd ons gaat vertellen hoe het gaat. En dat zie je eigenlijk het scherpst... als je de huidige situatie van de woningmarkt inkijkt. Ik ga jullie een beetje vermoeien met cijfers... het is toch wel leuk om naar te kijken. Links zien jullie een balkje met de huidige gezinssamenstelling uh, in alle huishoudens. En wat je er ziet... is dat twee derde van de Nederlandse huishoudens... heeft helemaal geen kinderen. En van de overige derde... Heeft maar 25% uh, überhaupt, zijn überhaupt twee oudergezinnen. Um, en als je daarnaast kijkt wat we voor woningen hebben, dan zijn twee derde van onze woningen die we hebben, één gezinswoningen. En de overige woningen, die noemen we ook nog eens een keer meer gezinswoningen. Dus we hebben eigenlijk alleen maar gezinswoningen in Nederland. Terwijl we maar minder dan een derde zijn überhaupt gezinnen in Nederland. En kijk ook voor de grap even hier maar rechts, dat maar 20% van onze woningen kleiner is dan 75 vierkante meter. Ik durf jullie te vertellen dat als wij serieus naar deze bestaande woning zouden kijken, dat wij de komende 20, 30 jaar helemaal geen nieuwe woningen nodig zouden hebben, als we iedereen een fatsoenlijk huis zouden willen geven. Dus het gaat er heel erg om, hoe gaan we nou hiermee om? Hoe komen we zover dat we een keer ermee stoppen te denken dat het gezin het centrum van de maatschappij is? Want er zijn helemaal geen gezinnen eh, die, die op die manier nog in, hu in huizen wonen. Ja, ik heb zelf een gezin, maar ik, ben, ik behoor echt tot een minderheid. Te Terwijl onze maatschappij, terwijl onze maatschappij nu er gewoon zo uitziet. We hebben heel veel verschillende doelgroepen, mensen die uit heel verschillende achtergronden een vraag hebben om te gaan wonen. Het wonen bestaat niet meer uit het hebben van een hypotheek die je gedurende 30 jaar aflost. Maar dat kan ook bestaan uit iemand die uit Roemenië hier komt en die hier een maand werkt. Er zijn hele andere verschuivingen gaande. En wie durft nou te beweren dat iemand die hier maar kort woont, dat hij geen recht heeft op een fatsoenlijke manier van leven en wonen. Dit soort systeemveranderingen die, het klinkt als een vrij groot verhaal, maar je ziet wel dat je het ook werkelijk voor elkaar kan krijgen. En dat is misschien. Dan ga ik wel even het optimisme echt in de strijd gooien. Want wij eh, hebben gemerkt dat als het ons lukt om die systemen te doorbreken. en eh, tot echt andere oplossingen te komen, dat we vrij bizarre en bijzondere dingen voor elkaar kunnen krijgen. Een voorbeeld wat ik jullie wil laten zien, hebben we enkele jaren geleden gerealiseerd in de Vogeltjesbuurt in Tilburg. Uh, je moesten 200 woningen uh, verduurzaamd worden. Uiteindelijk is besloten om de helft daarvan te slopen en nieuw te bouwen. Allemaal sociale huur en, en allemaal als energie nul woningen. En uh, een van de problemen als je met zo'n project aan de gang gaat, is dat je uiteindelijk zo'n hele wijk die moet je gaan slopen en uh, dan moet je die nieuw bouwen. En over het algemeen, als je begint bij nul en je denkt... Uh, uh, dat je een procedure moet lopen heb je bij zo'n aanpak vaak ongeveer tien jaar de tijd nodig van het moment van start totdat iemand echt weer in zijn nieuw huis kan inhuizen dat, dat realiseren mensen vaak niet, dat het best wel veel tijd kost we hebben hier een compleet andere route gekozen we hebben hier gezegd, wij, wij richten een nieuw speelveld in, waarin wij samen met, met de bewoners een entiteit vormen, en we hebben het voor elkaar gekregen dat vanaf dag één tot de inhuizing drie jaar zijn verstreken en in de tussentijd is een spectaculair Proces ontwikkeld waarbij we gezegd hebben stel je nou voor dat je al deze woningen sloopt in één keer, dan moeten de mensen anderhalf jaar hun huis uit. Maar we wilden graag dat mensen terug konden komen. Dus is een project ontwikkeld waarbij ieder huis één voor één is gesloopt en nieuw gebouwd in 19 dagen. Wat er dus gebeurd is, en dat is letterlijk dit, ik heb het geprobeerd om in één beeld te vangen, iedereen, je ziet hier dus hier iemand wonen en er zit een proces van 19 dagen achter en hier woont weer iemand. De bouwer was bereid om zijn bouwproces compleet anders in te richten dan wat eigenlijk de bedoeling was. Hij heeft hierdoor 20% op zijn uren kunnen besparen, omdat hij namelijk per huis heeft kunnen leren wat fout ging en steeds beter is gaan worden. Het ging steeds sneller. Ze zijn op een gegeven moment op elkaar gaan wachten omdat het zo snel ging. De mensen hebben dus maar 19 werkdagen hun huis hoeven te verlaten en 80% van de bewoners is teruggekomen landelijk gemiddeld bij dit proces is 8% aan mensen wat terugkomt in de soort wijken. We hebben dus de sociale structuur overeind kunnen houden, en daarmee dus op een hele andere manier met zo'n wijk kunnen omgaan. Nou, dit, zijn, dit, zijn, dit zijn projecten die zijn gelukt, en wij denken natuurlijk ook in utopieën. hoe kan je verder gaan, hoe kan je circulariteit niet alleen als iets nieuws beschouwen, maar is het ook denkbaar om... Gebouwen te maken die je voor zoveel als mogelijk uit materialen maakt die al lang zijn. Een concept wat we in Eindhoven aan het uitwerken zijn op het Campina-terrein, waar een nieuw gebouw komt. Wat we proberen zo te maken dat het voor een heel groot deel uit bestaande materialen bestaat en gemaakt kan worden door de mensen die het straks gaan gebruiken. We hebben hier vlakbij in Sridam de, de oude glasfabriek die, die weg is. En we hebben daar de mooie hashtag van glaslos van gemaakt. En gezegd: Goh, als je nou die fabriek weghaalt. Uh, iedereen moet dat oude beton daar gaan slopen. Kunnen we het niet omdraaien en die silos die daar staan? Kunnen we die niet gebruiken als uh, nou, het eerste deel van de liftkoker die we toch moeten maken? En hier een fantastische nieuwe manier van wonen op die silos mogen maken. En daarmee tegelijkertijd de eerste meest grote buurtbatterij maken. Waarmee die hele omgeving eromheen voorzien kan worden van, van duurzame energie. Dus kunnen we het niet eigenlijk omdraaien en een hele andere kant uitdenken? Dit zijn utopieën en toekomstperspectieven waar wij over na zitten te denken. Uh, wat ik altijd wel goed vind is om ook weer terug te denken: goh, waarvoor doen we nou eigenlijk? Als je als productontwikkelaar denkt, dan is dat uh, eigenlijk het allerbelangrijkste. Anderhalf week geleden waren we bij, bij de opening van dit uh, complex. Dit zijn uh, nieuwe sociale huurwoningen die net opgeleverd zijn aan het strand van Scheveningen. De Woningbouwcoöperatie had het geluk aan het einde van de crisis om net een stukje haven in Scheveningen te bemachtigen. Niemand wil het hebben, zijn er, zij zijn daarop ingesprongen. Mijn eerste boodschap, als de kans zich voordoet, grijp hem gewoon en doe gewoon. Wij, bij deze woning worden we nog dagelijks aangesproken door commerciële ontwikkelaars en beleggers die zeggen: Hebben jullie hier echt sociale huur gemaakt op deze plek waar je ook echt dure woningen zou kunnen maken en verkopen? En mijn reactie is dan altijd: Fuck you. Of in het Nederlands: Fuck you. <laughs> um, um, wij, hebben hier dus wel, wij hebben hier dus wel degelijk sociale huur gerealiseerd. We waren bij de opening, we, het, het grappige is als woningbouwer, je maakt het ontwerp en daarna kom je er nooit meer in. Het is namelijk de woning van iemand die daar privaat woont, daar loop je niet zomaar binnen. Dan was we waren een beetje door de raam aan het kijken en een jonge vrouw die sprak ons aan, die zei, willen jullie binnenkijken? We zeiden, ja nee, vinden we leuk, want we willen zien hoe het gaat. Nou, die zei, ja, ik, ik woon in de sociale huur, ik ben hier echt toevallig ingelood en ik heb op het laatst nog besloten om een andere woning te nemen. En zij woont, zij woont dus hier, in deze woning. En je moet je voorstellen, achter mij liggen dus echt letterlijk, er ligt Duindorp. En je kijkt uh, over de zee tot aan de hoek van Holland, vanuit dat plekje. En ze, ze zei tegen mij, ik ben ingeloot. Ja, ik moet even uitkijken wat ik bedoel. Ik ben ingeloot en uh, het eerste uur dat ik boven in mijn woning stond, heb ik gewoon echt een uur staan te janken, omdat het gewoon fantastisch is om zo'n ijs te hebben. Nou ja, en dit is gewoon waar we het voor doen. En we doen het niet omdat we graag vrouwen aan het janken maken. Maar, maar wij, wij doen het omdat we, omdat we erin geloven dat zoiets als goed, mooi en bijzonder wonen, dat het in onze rijke westerse wereld zou het echt nooit een privilege moeten zijn. Maar het zou een voorwaarde, een basisrecht moeten zijn. Maakt niet uit hoe moeilijk het hebt. Je moet de kans hebben op een goede plek te wonen en te leven. En ik hoop dat dat straks hier ook in Capelle lukt om dit voor elkaar te krijgen. Dank jullie wel.